Ik ben Kim Schouwenaar. Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Katoen. Ik heb vrije tijdsmanagement gedaan aan de Breda University of Applied Sciences. En door mijn studie ben ik ook heel erg geïnteresseerd geraakt in duurzaamheid. Vandaar dat ik hier ook aan dit project mee mag doen. Wij zijn begonnen in 2015 als hoe wij het willen noemen een mix of eat and sleep. In 2017 is daar Katoen XL bijgekomen. En dan in 2018 hebben wij de zaal bij Katoen erbij gehaald. Vanaf volgend jaar gaan we dit dan veranderen in een fulltime restaurant met vooral de focus op vis en schelpdieren. De concrete vraag is eigenlijk hoe wij Katoen kunnen klaarzetten als een vitaal bedrijf en klaarzetten voor de volgende generatie. Die vraag hebben we opgesplitst in twee delen. Het ene deel is dan de afvalverwerking binnen Katoen. En het andere deel is eigenlijk het verduurzamen van de binnenstad in samenwerking met de gemeente Goes. Sinds kort hebben we de to-go-bakjes van plastic veranderd naar recyclebakjes. Die moeten nog wel bij het restafval weggegooid worden, maar produceren over het algemeen minder CO2. Daarnaast willen we heel graag in gesprek met vooral de leveranciers om te kijken of zij kansen bieden van zonder plastic leveren bijvoorbeeld. Naast de afvalverwerking binnen Katoen willen wij samen met de gemeente ook heel graag de verduurzaming van de binnenstad aanpakken. We hebben namelijk ook al gezien dat de visie van Katoen en die van de gemeente Goes erg op één lijn ligt. Om drie voorbeelden te geven kun je zeggen dat wij bezig gaan zijn met de vergroening van de binnenstad, meer fietsen en minder auto's in de binnenstad en het aanpakken van de lege panden, want die zijn er nu echt veel te veel. Het is heel erg fijn dat er een project zoals Facet is, puur omdat er vanuit de overheid nog weinig faciliteiten zijn om kennis te maken met circulariteit en duurzaamheid over het algemeen. Binnen zo'n project is het heel leuk om te kijken met andere horecabedrijven wat zij al doen en wat wij kunnen doen en om zo toch op een leerzame manier erachter te komen wat mogelijk is.